De burgemeester van Bergendal heeft ingegrepen op vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek. Het park kwam eerder in opspraak omdat nareizigers daar verbleven zonder dat de gemeente hierover was geïnformeerd door het COA. Nu blijkt dat het COA ook een fors bedrag betaalt voor de 19 staakcaravans. Eerder heeft de burgemeester al aangegeven dat deze recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor huisvesting. Het zijn recreatiewoningen. We vinden het ook heel belangrijk. Bergendal is een recreatiegemeente. Er zijn heel veel gezinnen die leven van recreatie en toerisme. Heel belangrijk. We werken samen met de provincie aan het beëindigen van illegaal gebruik van recreatiewoningen. En dan wordt door een rijksoverheid wordt dan in strijd met de bestemming een heel groot aantal woningen aan recreatie onttrokken. Ja, dat vinden we ook niet zoals het moet. En nu blijkt dat de overheid ook een fors bedrag betaalt voor deze plekken. Hier op vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek verblijven momenteel 139 nareizigers. En het COA betaalt daar maandelijks €16.000 per staakcaravan voor. Nou, een bedrag dat volgens burgemeester Mark Slinkman maatschappelijk onverantwoord is. Woordvoerder Jan Scholte van het COA geeft hierover aan dat het inderdaad ook een erg hoog bedrag is. En dat daarom vanmiddag is besloten dat er voor de nareizigers met spoed naar andere plekken wordt gezocht. Maar naast deze zogenoemde nareizigers zijn er ook andere personen gehuisvest. Bij controles door de gemeente is ook vastgesteld dat naast de nareizigers ook enkele tientallen arbeidsmigranten in een chalet verbleven. En ook voor hen geldt dat zij moeten vertrekken. De gemeente geeft aan dat er vorige week maandag 18 november een last onder dwangsom is opgelegd. Hierdoor heeft de eigenaar 2 maanden de tijd om in actie te komen of een reactie te geven. Aan de hand van eventuele verdere controles en de reactie of actie van de eigenaar wordt er gekeken of de boete ook daadwerkelijk wordt opgelegd. De eigenaar van het vakantiepark heeft aangegeven nog geen reactie te willen geven.